Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze visgraat armband kunt maken met je loom. Je hebt nodig je loom. Ik gebruik mijn foam loom. Je hebt nodig rubberen elastiekjes. Ik gebruik 3 kleuren, maar je kunt natuurlijk zoveel kleuren gebruiken zoals je wilt. En welke kleuren dan ook. Je hebt nodig een haaknaald en een C of S clip. Ik gebruik een C-clip. Oké, laten we beginnen. Je pakt een zwart elastiekje. Daar begin ik mee. Die doe je. Je hebt 2 pinnetjes nodig voor deze armband. En ik gebruik deze 2. Het zwarte elastiekje doe je om die 2 pinnetjes heen als een 8. Oké, dan pak je je volgende kleur. Ik gebruik groen. Die doe je er gewoon omheen, niet als een 8. Dan pak je je volgende kleur. Ik gebruik blauw. Die doe je er ook gewoon omheen. Oké, nu gaan we haken. Je pakt het onderste zwarte elastiekje met je haaknaald. En die doe je om het pinnetje heen en ook over alle elastiekjes. En het ging even verkeerd. Ik duw hem even met mijn vinger recht naar het midden. Oké, aan de andere kant pak je het onderste zwarte elastiekjes en doet die over de elastiekjes en over het pinnetje heen. Zo. Zo ziet dat er dan uit. En dan druk je het even goed naar beneden. Anders is het een beetje lastig straks. Oké, nu pak ik het volgende kleur. We gebruiken de kleur die er dus middenin zit. Daarom zijn 3 kleuren zo makkelijk. Dus ik gebruik zwart. Dan gaan we de onderste kleur haken. Dat is de groene en die doe je over de elastiekjes en het pinnetje heen. Ook aan de andere kant. En dan trek je aan het zwarte onderste elastiekje even aan, zodat het een beetje strakker wordt. Oké, dan doe je weer een groen elastiekje erop. Pak je de onderste blauwe en doet die over het pinnetje heen. Dan pak je weer een blauwe. Hij schoot eraf. Doe hem even opnieuw omheen. Pak het onderste slietje, zwarte. Die trek ik er overheen. Trek je even aan het deel wat. Nou ja, het deel van je eerste deel van je armband. Trek je even aan. En dan. Want anders dan blijven deze slietjes heel los zitten. Oké, pak je volgende kleur. Die doe je er omheen en je drukt alles nog even goed naar beneden. En ze haken erg lastig omdat ze dicht over bovenop elkaar zitten. Pak de onderste, groen, doe je over het pinnetje heen. Aan de andere kant ook. En trek je het goed aan. Oké, nu pak je een groene. Doe je omheen. Pak je de onderste, is blauw. Die doe je er weer overheen. Over de pinnetjes. Oké, nu ga ik deel nog even versnellen. En dan kun je een video op stop zetten. Je kunt ook even meekijken nu. Naar de versnelling van het armbandje. Dit is niet het hele armbandje hoor. Maar een stukje wat ik even heb versneld. Oké, ik ben aan het einde gekomen. Ik laat er nog even de laatste paar zien in gewone snelheid. Onders is groen. Doe je er overheen. Ik had zo net weer een soort elastiekje erop gedaan. Dan pak je de volgende kleur. Is groen. Ik pak een zwarte. Het is groen. Nou, dan pak je de groene en die doe je er omheen. Gaan we weer kijken. Het onderste is een blauwe. Die doen we er weer overheen. Trekken we even aan de armband. Even goed aantrekken, want dit was het einde. Oké, nu ga ik het laatste laten zien. Je pakt de onderste. Bij mij is het zwart. Doe je er overheen.
Dan heb je aan deze kant nog maar één elastiekje op je pin. Dan ga je naar de andere kant. Pak je ook de onderste. Dat is natuurlijk ook zwart. Doe je ook om het pinnetje heen. Zodat er aan allebei de kanten nog maar één elastiekje op zit. Trek je je armband even aan. Dan pak je het aan de ene helft het groene elastiekje. En die doe je op je haaknaald. En je pakt ook het andere helft van het groene elastiekje. En heb je twee elastiekjes op je haaknaald. Oké, dan doen we die twee elastiekjes er even af. Hou ze vast met je vingers. Die doe je dan om een pinnetje. Want we gaan nu de C-clip eraan doen. Dan pak je je C-clip. Dan rek je je armband even uit. Zodat je makkelijk de C-clip erop kan drukken. Zo, die druk je erop. Het ging heel makkelijk. Zo ziet het eruit. Dan kun je hem eraf trekken. Van het pinnetje af. En dan rek je je armband weer even uit. Dan gaan we naar de andere kant van je armband. Daar zit een zwart elastiekje. Een dubbel zwart elastiekje. En die doe je ook in je C-clip. Nou, dat is je armband. Nu kun je je armband gewoon omdoen. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!